Wij zijn Herman en Gea en in 2015 hebben we ons huis verkocht en nu wonen en werken we vanuit onze camper. Wij promoten deze lifestyle omdat ons leven er veel goedkoper en leuker door geworden is. Ja, heel misschien blijft de camperplaats open, maar dan wel betaald. Want het is nog niet zeker. Als je dat verhaaltje leest, ik zet eventjes hieronder de video, zet ik even de link naar het artikel. En dan kun je dat even lezen. Ik heb de gemeente persoonlijk nog niet gebeld, maar de redactie van de krant, de Stentor is dat, die heeft de gemeente wel gebeld. Of is er misschien ook wel heen geweest, maar die heeft contact gehad. En nou is het zo dat de reden waarom ik nog niet heb gebeld of gemaild met de wethouder, dat is omdat ik eerst wil dat er redelijk wat verhaaltjes zeg maar onder de video staan. Hè? Dus meningen van jullie. En vandaag kwam er nog weer een mening van iemand bij. En kijk, als die man dat leest, dan weet hij ook zo'n beetje hoe wij camperaars erover denken met elkaar. Er werd ook nog gereageerd door een vrouw die daar een minicamping heeft. En ik kreeg nog een reactie van een camperplaats uit Friesland. Alleen die kon niet onder de video reageren, zei hij. Dus kreeg ik hem per mail. En dat was wel jammer, want dat had er eigenlijk ook bij gemoeten. Want anders dan denkt iedereen, of in ieder geval die mensen van de gemeente, die denken dan alsof ik de boel heb opgestookt. Dat ik alleen de negatieve reacties, dus negatief over de beslissing van de gemeente, dat ik die plaats. En dat is niet zo. Ik heb niet één reactie verwijderd. Niet één. Dus alle reacties staan gewoon onder de video. Die kan je dan allemaal bekijken. Maar goed, ik hou op met lullen. Ga maar even kijken. Ik zet een link onder deze video. En als het goed is, heb je net al even een heel klein stukje kunnen zien. Die plak ik nog eventjes erin. Ik moet de video nou nog in elkaar zetten namelijk. Nou, ik hoop dat het weer gewoon open gaat. Dan maar tegen betaling. Maar het is zonde dat zo'n plekje verdwijnt. Ja, toch?